dit is het model wat we vanavond aan jullie willen presenteren, aan u willen presenteren. Dit is doorgerekend. Dit model geeft dus in zijn opzet en sinds de doorrekening een duidelijke betere exploitatie, nog een gunstige exploitatie dan het model van draaien waar we van uitgegaan waren. Er waren zorgen rondom de exploitatie van de Breeuw. Dan ga je nadenken van nou, hoe kunnen we nou dat verbeteren. We hebben tegelijkertijd een huisvestingsvraagstuk voor de gemeentelijke organisatie. En uiteindelijk is dat de reden dat we functies gaan samenvoegen. Uiteindelijk dan tot dat positieve resultaat gaan komen. Ook leuk hoe de gebruikers daarop reageerden overigens. We hebben alle gebruikers ook die vraag gesteld. Hoe kijken jullie er nou tegenaan? Nou ja, eigenlijk heel, heel goed antwoord. Als het maar meer reuring geeft, als het maar ontmoeting geeft, als het bereikbaarheid geeft, dan vinden we dat gewoon een heel goed verhaal. Dat is altijd de eerste opdracht, denk ik, van een architect. Luister nou goed, kijk goed en ga daarna beschouwen. Het grote voordeel is van de bibliotheek dat we nu al op een bovenverdieping zitten. En dat we dan naar beneden gaan. Dus ja, het zou wel fijn zijn als er gewoon dat het wat drukker is, dat er wat meer mensen langslopen. Dat als er mensen binnenkomen, dat is van hé, de Fitfanaat zit daar. Dus dat zou voor mij wel gewoon heel veel profijt hebben. Ja. Dus wij hopen met het nieuwe plan dat er een mooie theaterzaal komt. Die mag klein, maar als het maar een goede akoestiek is. Nou, wat er voornamelijk gaat veranderen is dat we het aantal vierkante meters gaan verhogen. Daarmee de functionaliteit, dus ook de functies gaan toevoegen aan dit pand. We gaan een nieuwe theaterzaal bouwen, zodat we meer kunnen betekenen ook op dat gebied. Ook een regionale uitstraling kunnen ontwikkelen. En daarmee de toekomst van het pand borgen. Ja, de presentatie zit goed in elkaar. We zijn ook vanaf het begin wel goed betrokken bij de plannen. Dus wat dat betreft tevreden hoe het traject nu loopt. Ja, ik heb de tekeningen gezien, ben er heel enthousiast over. Ik denk sowieso vanaf de buitenkant dat het een wat meer open gebouw wordt, dat het wat meer welkom is. Dat het binnenkomen wat minder kil is, dat het wat warmer voelt en wat meer welkom voor de mensen. En dat er ook een aanspreekpunt is als je binnenkomt lopen, dat vond ik vooral heel erg belangrijk. Wij verwachten wel dat er iets grotere ruimte zou komen, waar we ook terecht kunnen met een orkest. Wat popmuziek en wat zang, want dat missen we hier. Je hebt een hoofdas nodig, je hebt een hele duidelijke as nodig. En die as die moet eigenlijk heel veel interesse, heel veel belangstelling wekken. Dus je moet uitgedaagd worden. Zoals je door een winkelstraat kijkt en je kijkt die etalages in, dan moet er reuring zijn, zeggen we. En vandaar dat we ook gezegd hebben, laten we nog meer combinaties gaan zoeken in dit gebouw. Ik vind het ontzettend belangrijk, zeg maar, dat iemand die gaat sporten of iemand die hier gaat werken als ambtenaar, of dat die ook, zeg maar, op hetzelfde moment in dat dagritme gewoon naar de bibliotheek kan gaan en tussen de middag kan gaan sporten bij de Fitfanaat. Wat natuurlijk ook het hart is van een gebouw, de centrale Dorpsstraat, de verbeelding. Dit is de as waar we een volledige doorzicht willen genereren naar de sporthal, zeg maar, vanuit deze as. En wat er ook gaat gebeuren is dat we met name het restaurant willen gaan uitbreiden. Er gaat 2 miljoen euro gaat dat ongeveer kosten. Dat zijn de berekeningen van de architect. Maar goed, we gaan ook ter geruststelling van de gemeenschap van Scherpenzeel, we gaan ook het oude gemeentehuis verkopen. En dat geld gaan we natuurlijk weer inzetten in de Breeuw. En dan krijg je samen, doordat je die gemeentelijke organisatie daar ook inbrengt, een commerciële huurder inbrengt, krijg je een beter exploitatieresultaat. Waardoor het voor zowel de gemeente als de Breeuw samen een betere situatie gaat opleveren. Maar eigenlijk zou het streven zijn 1 januari 2023. Maar dat exact gaan halen, dat weet ik niet. Maar dat zal in de komende weken wel duidelijker worden. De komende maanden, denk ik. Ja.